Dankjewel dat we hier mogen zijn. Kan je zeggen wie je bent en waar we zijn? Nou, jullie ook bedankt. Ik ben Claudia. Ik heb 38 jaar. Ik woon al 15 jaar in Nederland. Ik kom uit ook van Portugal. En ja, ik ben hier begonnen als schoonmaker. Ik had in hotels gewerkt, in die horeca. En vorig jaar door die pandemie was mijn contract niet meer verlengd. En ik dacht, ja, ik moet wel iets gaan doen. Want ik had ook alleen geen recht voor hulp, zeg maar. Want ik ben ook net begonnen. Ik dacht, ja, ik moet wel iets nieuws. Mm-hmm. Iets dat wij nog niet in Nederland hebben. Uh-huh. Dus ik was om te denken, ja, misschien een Portugees restaurant. Misschien een broodjeszaak. Yeah. Maar ja, weet je, je hebt ook veel in Nederland. Als je wil een broodje, als je wil naar een restaurant, heb je ook veel keuze. Yeah. En dit is wel uniek. Yeah. Die heb je nog niet in Nederland. En waar zijn we? Ja, ik was al een fan van Kurk. Mm-hmm. En vanaf klein, ik had altijd die armbandjes, die horloge. Dus elke jaar dat ik kwam op vakantie, ik zie altijd iets leuks. Ik dacht, nou, ik moet je ook naar Nederland een beetje laten zien. Wat kon ze allemaal met die Kurk en met Kurkleer. Uh-huh. Want alle artikelen van Kurkleer zijn milieuvriendelijke artikelen. Zijn geen dieren gebruiken. Ja... Zijn waterdicht, zijn heel duurzaamheidartikelen. Dus ja, ik was benieuwd. Ik dacht, nou even proberen, waarom niet? Ja. Ja, dus dit is echt zeg maar, de eerste Kurkwinkel in Nederland? In Nederland, ja. Ja. Alles hier is hier van Kurk? Ja, alles van Kurk. En waar wordt Kurk van gemaakt? Die Kurk komt uit van die schoortsen, van die bomen. Oké. Okay. Deze als voorbeeld komt uit van die noord van Portugal. Ja. Het is wel een andere kleur dan van Alentejo. Okay. Alentejo is een hele droge en een heel warme plek. Dus het is in binnenland. Mm-hmm. Dus al die bomen krijgen zelf de kleur. Daarom, die kurk heeft zijn eigen kleur. Ja, mm-hmm. Zijn nooit zelf de kleur. Kan ook zelf de tassen. Maar je hebt altijd iets licht of iets donker. Je kan zien, is een hele lichte kleur. Want daar is niet zo warm als in Alentejo. Nee. Maar kom precies van diezelfde bomen. Maar je ziet wel die verschillen. Die is iets licht of iets donker. Ja. Dus dit is ook vanaf die plek waar die bomen zijn, die schoorsten zijn gezaagd. Ja. Die bomen kan elke boom elke 9 jaar. Ja. En dit helpt ook om die bomen te groeien. Mm-hmm. Dus doet ze geen pijn aan die bomen. Die zijn niet gezaagd. Mm-hmm. Help wel om die bomen nog elke 9 jaar een nieuw schoorste te hebben. Alle artikelen zijn handgemaakt. Mm-hmm. Zijn geen machines gebruiken. Die gaat naar het proces. Al die kurk moet gesneden worden. En al die kurk is 100% bruikbaar. Dus alles, al die kleine stukjes kan dan voor die dopflesjes, voor die wijnfles... Mm-hmm. En de rest kan je, ja, tassen, schoenen, oorbellen, kettingen en ook vestjes. Ja. Laat eens wat zien. Nou, deze als voorbeeld, die ook, dat ik nu heb. Die is helemaal van kurkleer. Die tassen ook. En dit zijn niet geprint, dus dit is echt geïmpregneerd. Dus die kleur gaat nooit weg. Ah, oké. Okay. Want sommige mensen denken, oh ja, dat is geprint. Nee, die zijn... Ja, ik heb ook geprinte artikelen met die patronen, maar deze zijn echt die kurkkleur. Ja. Die zijn ook allemaal waterdicht, zijn allemaal unieke tassen ook. Dus ja, ik heb altijd dezelfde modellen, verschillende kleur, maar nooit dezelfde tas, want ik vind, daar zijn zo'n modellen van tassen, waarom moesten wij zelf de tassen hebben? Ja. Schoenen? Ook die schoenen, ja, die zijn de meeste verkocht. Zijn hartstikke mooi, dan noemen ze die pitonschoenen. Mm-hmm. Zijn ze ook helemaal van kurkleer. Ook binnenkant heel netjes. Nu ook voor die zomer of voor de winter. Want die kurk kan je die hele jaar gebruiken. Oké. Okay. En hoe kom je aan je producten?
Deze product hoef je niet zo speciaal om te zorgen. Dit is alleen met een natte doek en een beetje afwasmiddelen. Nee. Hoe kom jij? Ga je naar Portugal toe om daar dat te kopen? Of, Nee. Die komt alles naar hier, naar mij. Oké. Okay. Ja, ik kan altijd nieuws bestellen. Elke week komt ze nieuws binnen. En ja, als je wil iets bestellen, zijn in 4 dagen in Nederland. Oké. Okay. Dus ook met die pandemie was ook iets makkelijk. Ja, wanneer ben je begonnen met de winkel? 4 december. Oké, okay. Dat was net voordat alles dicht ging. Ja, 10 dagen. Oh, dat was wel lastig, denk ik. Ja, heel lastig. Ik had al een grote investering, ja. Oh. En ik dacht, ja, nou, we gaan proberen. Maar omdat die mensen waren niet gewend, ik had veel bellen en we komen ook op die krant voor die mondkapjes van Kirk. En ja, gelukkig konden we wel iets op afspraak, want die mensen willen liever naar binnen komen, kijken, voelen. Ja, natuurlijk. Want ze zijn nog niet gewend, ja, en zijn wel hele mooie artikelen en heel duurzaamheid, mode, zeg maar. Ja, oké. Okay. En wat wordt het meest verkocht? Tassen en schoenen. Ja. Oké, okay. En zie je dat je hebt ook petjes? Ja, die ook nu. Ja, die zijn ook veel verkocht. Ja, de riembroek, portemonnees. Maar ja, tassen en schoenen zijn sowieso meest verkocht. In Nederland komen er niet veel voor, maar in Portugal wordt het wel veel verkocht, ja, toch? In Portugal, vanaf noord tot zuid, heb je veel winkels van Kirk. Maar in Nederland, ik was ook een beetje op zoek, onderzoek te maken. En ook bij die KVK zei, nou, ik durf niet te zeggen, maar misschien ben jij die enige in Nederland. Dus ik was hartstikke blij, ja. Oké. Okay. En tot nu de reacties zijn hartstikke mooi. Die mensen vonden, oh, geweldig. Ja. Oh ja, ongelooflijk. Is dit van Kirk? Die schoenen van Kirk. En ja, ik ben blij, ja. Ik ben blij. Ja, mooi. Maar je had ook verteld hoe het gekomen was in Portugal. Nou, in Portugal was ook een beetje gestopt door die pandemie. Mm-hmm. Maar nu is ook een beetje zijn weer begonnen. Er zijn een paar fabrieken dat ik ben begonnen om te werken, maar zijn nu failliet. Dus ik moest ook weer een nieuw onderzoek te hebben, van mijn winkel is al dicht. Ja. En als de mensen willen weer diezelfde schoenen, ik moest sowieso bestellen. Ja. Dus gelukkig, ik had wel een andere persoon die had ze die fabrieken overnomen, mm-hmm. overgenomen. En ons zei, nou, we gaan eventjes proberen. Maar alles is duurder ook geworden. Ja. Ik dacht, nou, ik kan niet een nieuw prijs aan mijn klanten. Want dit was mijn begon. Ik had begonnen met deze prijs. Mm-hmm. Ik kan niet nu zeggen, oh kijk, ik had duurder gekocht. Dus jullie moesten ook meer betaald voor. En dat wilde ik niet. Dus ik had veel op zoek, veel gebeld. En ja, gelukkig heb ik wel een mooi bedrijf. En die werken we nu ook samen. En ik ben blij, ja, want toen heb ik zulke schoenen, tassen, portemonnees. Alleen voor die vestjes heb ik andere bedrijven apart. Zo, sieraden? Ook, die komen allemaal van diezelfde fabrikanten, ja. Die gaan allemaal naar het kwaliteitsproces. Mm-hmm. Dus komt niks uit die fabriek dat niet goed of met defect, die komt niet naar buiten. Ik maak ook soms inruilen, omdat die mensen soms denken, weet je, ja, ik vind misschien andere mooi dan deze, maar met de fact, ik had nog helemaal niks gehad. Mm. Dus dat is ook een goeie. Want die mensen denken, oh, die kurk is misschien niet zo sterk, weet je. Mm-hmm. Maar nee, die kurk is heel duurzaamheid. En ja, het is heel makkelijk om te verzorgen. Ja, misschien deze schoenen voor die onderste kant moet je wel iets anders, want het zijn wel witte. Mm-hmm. Maar voor bovenkant mag ik ook nog eentje laten zien. Deze als voorbeeld heb ik ook veel verkocht. Die zijn ideaal om te wandelen. Want dan hebben ze ook iets omhoog. En hier, ja, die moet je alleen met een natte doek en een afwasmiddelen en klaar. Okay. Die mondkapjes kan wel tot 50 keer in de wasmachine. Zo. Tot 60 graden. Dus die kan je ook zien hoe duurzaamheid zijn die materialen. Goed, ja, goed voor het milieu. Ja. Allemaal, ja. Oké, okay, hartstikke mooi. Nou, is er nog iets wat je wilt vertellen? Nou ja, zijn we klaar. Die kurk kan nu met patronen, met kleuren. Ja, kan je even zeggen welke locatie we zijn? Die artikelen? Ja, die hebben we hier in Vlissingen. Oh ja, dit is in Soborg, ja.
Ik woon zelf hier, ik had die ruimte. Knaalstraat. Knaalstraat 69 in Oost-Soburg. Heb je ook iets van de website? Ja, dat is ook in kerkmode.nl. En ook op Facebook kun je ook volgen, op Instagram. Ook Facebook, kerkmode. Nou, we hebben wel een paar foto's ook in onze website. Niet alles, maar wel die schoenen, die tassen. Die grootste artikelen wel, alleen die oorbellen niet, kettingen, mm-hmm. niet zoveel. Maar ja, omdat ik had als voorbeeld vorige maand 900 bezoekers mm-hmm. op mijn website. Mooi. En 0 bestelling. Dus ik dacht, wat is het aan de hand? Ik had ook aan een paar klanten gebeld en ik zei, ja, bent u op onze website? Ja, dat klopt. En heeft u iets leuks gezien? Ja, alles is leuk. Maar ja, het is wel een moeilijke keuze. Dus we dachten, oké, we komen even langs. Dus mensen hebben ze liever om naar winkel te komen dan online bestellen. Dat is wel een beetje jammer, ja. Ja, precies. Want we zitten in een kleine dorpje, ja. Ja, het is nog onbekend. Ja, ja. Die reclame was ook niet zoveel. En daarna we moesten 4 lange maanden dicht. Sommige mensen zijn al vergeten dat de kerkmode is al lopen. Dus ja, ik probeer nu voor die zomer ook nieuw folders. Ook een beetje reclame op die hotels, campings te leggen. Misschien krijgen we ook een beetje toeristen bij. Ja. En ja, die hebben we ook nodig in Soburg, ja. Ja. Oké, nou succes. Ja, dankjewel.